gezond glas met melk? Vind je melk lekker, Elmo? Oh ja, Klaartje. Elmo vindt melk lekker. Ja. Vind je het heel lekker? Ja, Elmo vindt het heel lekker, Klaartje. Oh, geweldig. Ja. En wat vind je van warme chocolade? Daar zit ook melk in. Vind je dat ook lekker? Ja. Elmo houdt ook van warme chocolade. Oh, mooi. Een jong persoon met smaak. Oh, dat zie je zo weinig. Oh, en zeg eens beste Elmo, wat vind je van een heerlijk, lekker zoet, ijskoud, superlekker roomijs? Staat het ook niet hoog op je lijstje van lievelingseten? Dat wordt natuurlijk gemaakt van room. Ja. Oh, en wat vind je van boter? Hou je van brood met boter erop? En gebakken aardappeltjes, vind je die niet enorm lekker als ze helemaal goudbruin worden gebakken met boter in de koekenpan? En koekjes en cake die gemaakt zijn met boter. Hou je van koekjes en cake gemaakt met boter? Ja, Klaartje. Oh, wat heerlijk toch. Geweldig. Maar nu, lieve Elmo, weet jij toevallig ook waar al die heerlijke melk en room en boter vandaan komen? Van koeien, Klaartje. Oh, de jeugd heeft een toekomst. Oh. En zeg eens, Elmo, kennen wij toevallig ook een koe? Ik geef je een hint. Ze heeft grote, bruine, prachtige ogen. En schattige kleine horentjes. Oh, en sierlijke hoefjes. En ze doet... Klaartje de koe, Klaartje. Elmo weet dat. Waarom vraag je Elmo zoveel, Klaartje? Waarom? Ja. Omdat ik heel graag over mezelf praat. Daarom. En niet zonder reden.